van Anne Frank is eindelijk compleet, naar het vader Otto 5 bladzijden liet verdwijnen. Otto gave me 5 pages in Anne's handwriting. By leaving these pages out, he actually betrayed his wife and his daughter. Voor miljoenen mensen is het dagboek van Anne Frank, na de Bijbel het boek met de grootste oplage uit de geschiedenis, een symbool voor de Holocaust. Jaarlijks bezoeken bijna 1 miljoen toeristen het huis waar ze was ondergedoken, waar ze aan haar dagboek werkte en van waaruit ze tenslotte werd gedeporteerd. Ze willen het huis zien en iets voelen van de sfeer van waaruit het Joodse meisje haar dagboek schreef. Ze denken het meisje te kennen sinds ze het dagboek hebben gelezen. Maar uit de 5 geheime pagina's die wij vandaag tonen, komt toch een andere Anne Frank naar voren. Voorjaar 1933, het Amsterdamse Centraal Station. Otto Frank arriveert met zijn vrouw Edith, de 7-jarige Margot en Anne, 4 jaar oud, uit Duitsland, om een nieuw leven op te bouwen. Net op tijd, want enkele maanden eerder is Adolf Hitler de nieuwe leider van Duitsland geworden. Het gezin Frank past zich redelijk aan in Amsterdam met haar liberale traditie. Het gezin betrekt een comfortabele woning op het Merwedeplein in de Nieuwe Rivierenbuurt. Anne's lagere schoolvriendin Lucie van Dijk, die in een eenvoudiger flat in de buurt woonde, herinnert zich de luxe woning nog levendig. Mooi. Chic. Met antiek en ruime woonkamer. En ik weet, het was een grote keuken. In hun slaapkamer ben ik nooit geweest. Maar het was een ruime flat, voor die tijd zeker. En dat waren flats, ook bij Lisbeth, die daar ook woonde. En de wolkenkamer, dat waren toen al flats met centrale verwarming. En dat was in die tijd ongebruikelijk. Anne en haar zusje Margot passen zich makkelijk aan in Amsterdam. Haar vriendin Hanna Goslar weet nog precies waar ze elkaar ontmoeten. My mother took me to a grocery shop and there was another lady with a little girl and both ladies didn't know the Dutch language, so they started to speak German together. And then it came out in the conversation that they live exactly next entrance to the building we were living in. And after some days, when my mother brought me for the first time to the kindergarten, she was afraid I will not stay there. I didn't know anybody. I didn't know the language. And I saw only the back of Anne. She was making music on little bells. And Anne turned around. I ran in her arms. She ran in mine. And that was it. Anne leek, net als de meeste gevluchte Joodse kinderen, haar Duitse afkomst gemakkelijk te vergeten. De familie Frank was in de voetsporen getreden van duizenden Joodse vluchtelingen in de loop van de eeuwen. Al tijdens de Spaanse Inquisitie was ons land het enige en eerste Europese land geweest dat Joden binnenliet. Later joegen armoede, pogroms en racisme duizenden andere Joden uit Oost-Europa naar Nederland. De meeste Amsterdamse Joden waren arm. De Joodse middenklasse was klein, maar had het goed. Terwijl de nazi-dreiging in Duitsland toenam, voelden de Nederlandse Joden zich veilig. Melissa Müller is de auteur van een nieuwe biografie over Anne Frank. The Dutch population was very open-minded. There was a big Jewish community and they had been integrated into the Dutch population for a long time. Otto himself had been in Holland in the early 20s for more than a year because they had a subsidiary there, the family bank. He knew the language, he knew the town, and so they felt safe to go to Holland. Otto Frank vestigde zijn kantoor op de Prinsengracht, nummer 263, het huidige Anne Frankhuis. Hij had het agentschap verworven van Opecta, een Duits bedrijf dat ingrediënten fabriceerde voor zelfgemaakte jam. Opecta Nederland deed het zo goed dat zelfs een bioscoopreclame werd gemaakt, met een hoofdrol voor Miep Gies, die later de heldin van het Anne Frank verhaal zou worden. In deze comfortabele omstandigheden ontwikkelde Anne zich tot een moderne tiener.
Jacqueline van Maarsen herinnert zich haar beste vriendin als lief en enigszins ijdel. Yes, and was very interested in her looks. And was always very occupied with her hair. And she had beautiful black hair, but she made it shiny by brushing it all the time. She put curlers in every night. When she came to stay with me overnight, she took her curlers with her. And I do not remember her looking into the mirror all the time, but I know that she was very occupied with her looks, yes. Ed Silberberg, destijds 16 jaar oud, was Anna's eerste vriendje. She was 13 years old when I was almost 16. And at that time it was considered somewhat unusual for a 16-year-old boy to be interested in somebody that young. But she was quite extraordinary, and I was fascinated with her behavior, her opinions, and matters of that sort. And I remember very vividly that I wanted to see her again. My mother would describe Anne very nicely, and I think it's very good. She always would say, God knows everything. Anne knows everything better. Zingen vond ze leuk. Dat was op de lagere school vroeger gebruikelijk. Dan kreeg je één keer in de week zangles. Hè? Dat waren dan kinderliedjes uit Kun je zingen, zing dan mee. Lucie van Dijk herinnert zich het liedje wat ze samen met Anne steeds weer zong. Baanveger, baanveger, kom met je bezem. Veeg nu een glanzende, gladde baan. Alles wat benen heeft, gaat vandaag glijden. Alles wat benen heeft, gaat vandaag rijden. In 1939 viel Duitsland, Tsjechoslowakije, Polen en Frankrijk binnen. Nederland, dat in de Eerste Wereldoorlog neutraal was geweest, dacht opnieuw buiten het conflict te blijven. Vlak voor de invasie stelde een naïeve premier Colijn het Nederlandse volk gerust. Nu de spanning die er de laatste paar weken in de politieke sfeer geheerst heeft, begint te wijken, zou ik gaarne aan iedere Nederlander een gemoedelijke raad geven. Deze namelijk. Wacht nu maar rustig af. De aanval op Nederland in mei 1940 was hard, snel en massaal. Uit de trotse havenstad Rotterdam werd het hard weggebombardeerd. Maar lang niet alle Nederlanders waren ongelukkig met de bezetting door de Duitsers. Toen Nederland had gecapituleerd en de Duitsers het gezag overnamen, begonnen al spoedig de eerste anti-Joodse maatregelen. De bewegingsvrijheid werd beperkt en Joden moesten een gele ster dragen. We couldn't go anywhere. Jews were not allowed in movies, were not allowed on streetcars. We had to turn in our bicycles. So all we could do is walk, go for walks. And that was restricted to the hours before 8 o'clock at night. Joodse kinderen mochten niet meer naar openbare scholen. Anne werd gedwongen naar de speciale Joodse school te gaan. En toen de Joden waren geïsoleerd, begon de jacht, de massamoord. Met sinistere doelmatigheid kwamen de razzia's. De Joodse mannen werden als eerste opgepakt. Cor Suyk, een vriend van Otto Frank. I still see Jews running over the square, trying to escape from arrest by entering the restaurants and the shops and the razzias we have over there. Chased after by the police, chased after by the army personnel. And when they could lay their hands on one of those poor guys, he was thrown so brutally in the streetcar that it was shocking for us to look at. And crazy, the square was filling with the sound of sobbing, crying, women and children. And then the streetcars took off. Until today, I still see the children, the women, the mothers, running behind the streetcars, shouting, crying, the names of their husbands, the sons, their brothers.
Te midden van deze groeiende waanzin kocht Otto Frank op 12 juni 1942 voor zijn dochter Anne een verjaardagscadeautje. Een geblokt dagboek met een slotje. Het antisemitisme beperkte zich niet tot Duitse maatregelen. Nederlandse sympathisanten lieten hun anti-Joodse gevoelens duidelijk blijken. Anne, die met haar Joodse vriendjes op de Joodse school zat, gebruikte elke vrije minuut om in haar dagboek te schrijven. Even we saw her always writing in school, you know, in the breaks between the classes. She would sit and like this, hide the paper and she would always write. And then if you would ask her, what are you writing? The answer was, that's not of your business. This was Anne. In 1942 werd de jacht op de Joden in alle hevigheid opgevoerd. Mannen, vrouwen en kinderen werden opgeroepen om zich te melden voor, zoals de Duitsers ze vertelden, werkkampen in het oosten. Toen de 16-jarige Margot Frank een oproep kreeg, achtte Otto de tijd gekomen om te handelen. De familie Frank dook onder. I come and I ring and I ring and nobody opens the door. And I ring again. And I think I was with Jacqueline. But the day she disappeared, I went into her house and I wanted to find the diary, but I couldn't find it. This could happen, this sort of thing. It was not that unusual that people just disappeared. Otto Frank was slim. In plaats van een onderduikadres te zoeken bij vreemden, had hij het achterhuis van zijn kantoor verbouwd. Achter een boekenkast zat een geheime deur. Daarachter was een trap naar de volgende verdieping, plus een andere trap naar de zolder. Otto, zijn vrouw en dochters, zijn partner Van Pels met vrouw en zoon en de tandarts Pfeffer zouden er bijna 2 jaar doorbrengen. Nogmaals, Otto was slim geweest. Het was voor Joden heel moeilijk om onderduikadressen te vinden. Bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie spreekt de statistiek boekdelen. Van de 140.000 Nederlandse Joden kwamen bijna 120.000 om. Zo'n 25.000 doken onder. Daarvan werden er 10.000 opgepakt. In ruim de helft van de gevallen door verraad. David Barnau van het RIOT. Because of Anne Frank, the Dutch are in very high esteem in the United States. A lot of people in the United States think that every Dutchman had a Jew in hiding, that we were very brave, etc., etc. My father had prepared a list of 81 families. Of those 81 families, only 7 have said, yes, we will help, bringing together the 11 Jews through the war. 34 families said no. One of the major reasons was, why should I risk my life? Why should I sacrifice my time and money for people who obviously must have done something wrong? Because the general belief in those days was that people in trouble must have made a mistake. In haar vertrouwde kleine kamertje schreef Anne bijna 2 jaar in haar dagboek. Ze hield vast aan dezelfde stijl. Brieven aan de denkbeeldige Kitty, aan wie ze al haar geheimen opbiechtte. Dit dagboek, dat later de wetenschappelijke titel Versie A zou krijgen, bleef onbekend tot midden jaren 80. In 1944 luisterde zij op de clandestine radio naar een toespraak van Gerrit Bolkestein, minister van Onderwijs in het kabinet in ballingschap. Hij riep mensen die dagboeken bijhielden op deze te bewaren voor mogelijke publicatie na de oorlog. Anne, die nu een stuk ouder was, droomde ervan om schrijfster te worden. Daarom herschreef, bewerkte en polijste ze haar oorspronkelijke dagboek. De volwassener, bijgeschaafde versie zou bekend worden als B. Laurien Nussbaum, een vriend van de Franks, is hoogleraar literatuur in Oregon. Een expert op het gebied van het dagboek. De B-version was 324 handwritten pages, which she accomplished within 2.5 months. She decided on May the 20th, 1944, to rewrite her diary and to call it Het Achterhuis, the back quarters, and went to work on it with a vengeance. Ik denk
dat ze hier vaak dromend heeft zitten kijken. Hoe mooi het was. Al haar gedachten heeft opgeschreven. Och jee, dat was een schat, was het. Echt waar. Maar voordat zij haar ambitieuze B-versie af zou hebben, werden Anne, haar familie en de anderen in het achterhuis verraden en gearresteerd. De Holocaust was toen al zo ver gevorderd dat de Hollandse Schouwburg, waar een simpel monument herinnert aan de 104.000 Joden die van daaruit werden gedeporteerd, al niet meer fungeert als verzamelpunt. De Franks, de familie van Pels en dokter Pfeffer werden, zoals de meeste opgepakte Joden, naar het doorgangskamp Westerbork gebracht. Vandaar begon hun reis naar de hel. Ze verlieten Westerbork met de laatste trein die van daaruit naar Auschwitz reed. Otto's briljante plan om in zijn eigen kantoor de oorlog te overleven was bijna gelukt. Maar de Duitse mensenjagers haalden hem net in. Toen het Rode Leger Auschwitz naderde, werden de meeste nog levende gevangenen, uitgeput, ziek en wanhopig, afgevoerd naar andere kampen. Nog eens duizenden stierven. Edith Frank overleed in Auschwitz. Otto haalde er de bevrijding. Maar Anne en Margot overleden in hun derde en laatste kamp Bergen-Belsen. Vlak voordat de Engelsen het kamp bevrijden. Eerst overleed Margot, niet lang daarna haar jongere zusje. Zij die Anne in haar laatste dagen meemaakte, beschreef een wanhopig, stervend kind. Naakt, half bevroren, kaalgeschoren. Haar vriendin Hanna was een van de laatste die met haar sprak. A friend of mine tells me, you know your friend Anne Frank, she is here at the other side in this camp. At night, when it was dark, I went near this fence and I start to call. And so I stood there in the cold and the dark night and I waited. And really, after some minutes, I heard somebody calling me and it was Anne. So it was not the same Anne I had known. It was really a little broken girl. Vlak daarna overleed Anne Frank in Bergen-Belsen aan tyfus. Ze was nog geen 16 jaar oud. Otto Frank, de enige overlevende van het achterhuisdrama, dacht aanvankelijk dat zijn kinderen nog leefden. Als vele anderen vroeg hij in advertenties inlichtingen over zijn vermiste dochters. Maar Otto was de enige overlevende. When I returned and after I had the news that my children would not come back, Miep gave me the diary, which had been saved by, I should say, a miracle. En toen heb ik mijn bureau opengemaakt, heb de boeken eruit gehaald en heb ze aan meneer Frank gegeven met de woorden: dat is de erfenis van uw dochter. Hij nam ze op, ging naar privékantoor en na verloop van een uur belde hij me: Miep, ik ben voor niemand te spreken. And he started to make a manuscript out of version A and version B that he found. This was eventually published in 47, the first ever published version of the diary, and we call it the version C. In werkelijkheid moest Otto enorme moeite doen om zijn versie, die goeddeels was gebaseerd op versie B, gepubliceerd te krijgen. De eerste jaren werd het boek slecht verkocht, totdat het in de jaren 50 de Atlantische Oceaan overstak. Surpassing every expectation, the film version of The Diary of Anne Frank inspires a precedent for theater annals. Opening in New York City with a series of gala introductory presentations. It's evident that the popularity of the book became very big after a play was made in the United States of America. I call it the kidnapping of Anne Frank by the American audience.
Het succes leidde tot de opening van het Anne Frankhuis, waar een Otto, die was hertrouwd en naar Zwitserland was verhuisd, een groot deel van zijn leven zou wijden. De verkoop van het dagboek steeg spectaculair. In de jaren 60 en 70 zou het dagboek van Anne Frank in 58 talen vertaald en 's werelds best verkochte boek worden. Intussen groeide in Duitsland het kleine maar luidruchtige koor van neonazies die ontkende dat de Holocaust had plaatsgevonden. Auschwitz was volgens hen een mythe. Het dagboek van Anne Frank was een vervalsing, gecreëerd door Otto Frank en het wereldzionisme. In 1980 kreeg het Bundeskriminalamt orders van een rechter in Hamburg om voor eens en altijd vast te stellen of het dagboek echt was. Een forensische expert werd naar Otto's huis in Basel gestuurd om het volledige oeuvre van Anne Frank te onderzoeken. Een dag of wat daarvoor riep Otto zijn vriend en vertrouweling Cor Suyk bij zich. Er waren, zei Otto, 5 pagina's uit het dagboek die hij geheim wilde houden. Prior to the arrival of the German police officer who was in charge with ascertaining the authenticity of Anne's diary, Otto gave me 5 pages in Anne's handwriting. He explained to me that he had brought on the table, and as I saw for myself, Anne's manuscript, her diary, postcards, everything that could be needed for the investigation. And he added that these 5 pages he kept in his hand should not come to the attention of the police officer. And then he said, that's the reason I give them to you. And I looked at the papers and I said, well, Mr. Frank, they are in Dutch. And most probably that German police officer can't read Dutch. And then Otto said, have a closer look. I have numbered all the loose pages from Anne's so-called second diary, except for these 5. Otto Frank overleed later dat jaar en liet het manuscript van beide dagboeken van Anne na aan het Riot. Dat publiceerde in 1986 alle versies. Het eerste, vrijwel onbekende dagboek, de herschreven versie B en de versie die Otto uitgaf en die nu versie C zou worden genoemd. Een van de samenstellers van de wetenschappelijke editie was Gerold van der Stroom. Hij weet zo ongeveer alles van de dagboeken. Op ons verzoek liet Cor Suyk de 5 geheime pagina's aan Van der Stroom zien. Hallo Gerrit. Dag Cor. Dat even geleden, hè? Dat we elkaar gezien hebben. Ja. Ik heb een paar stukken bij me. Ik zou het fijn vinden als je er even naar kon kijken. Dat kan. Kan ik hier op een tafel even terecht? Het gaat om deze 3 bladen. Van der Stroom vergeleek de pagina's met het uitvoerige onderzoek dat hij met zijn collega's had gedaan. Hij wist meteen wat deze geheime velletjes waren. For instance, in her signature, under the entry, the diary entry, the letter to Kitty, so to say, so to speak, there's only a fragment of the original underlining. And this is I think typical for Anne Frank. Just a small stroke. So to me they appear to be authentic papers from Anne Frank. Het Riot dacht dus het complete werk van Anne Frank te hebben. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Cor Suyk had 5 pagina's waarvan niemand het bestaan kende. Hij hield ze 18 jaar bij zich. Totdat hij biografe Melissa Müller ontmoette, wier onderzoek en integriteit hij vertrouwde. Otto en zijn tweede vrouw konden niet langer met pijnlijke vragen worden geconfronteerd. Otto, the moment he gave me the papers, he told me that he didn't want that he or his wife would ever be confronted by questions about the contents. And when he gave me the paper, I understood that he did trust me, that I would see that those papers would never come to the hands of anybody else as long as he or his wife could be confronted with questions about it. A few months later, I went up to Otto Frank and I said, Mr. Frank, I still have those papers.
And all he did was to put up his hand in defensive gesture. Waarom wilde Otto Frank niet dat de inhoud van de 5 bladzijden bekend zouden worden? Er zijn oranje en blauwe brieven. De 2 oranje bladzijden zijn de laatste versie van de inleiding op het dagboek die Anne schreef. Anne schrijft daarin dat ze niet wil dat anderen haar dagboek ooit te lezen zullen krijgen. Zelfs haar vader, moeder en Mago niet. Anne schrijft... En ook zal ik er zorg voor dragen dat niemand het in zijn handen krijgt. Vader, moeder en Mago mogen wel heel lief zijn en ik kan hen ook wel veel vertellen. Maar met mijn dagboek en 10.000 geheimen hebben ze toch niets te maken. Wat zou er zijn gebeurd als Otto deze 2 bladzijden wel gepubliceerd zou hebben? I think the world would have never heard about Anne Frank, or her diary for that matter. Which I think would have been a pity. So in my opinion, what Otto Frank did was just, not only to the world, but to his daughter as well. I think that actually Otto Frank, Frank misinterpreted Anne. Otherwise, he could have easily left this line in, because I think when Anne originally wrote it, she meant that nobody should disturb her privacy. And she, of course, she didn't think that she would die and that her diary would ever be published this way, but she wanted to use her diary as the basis of a novel that she was going to write after the war. So it's a device. It's about playing with the idea, how shall I introduce this book? So Otto Frank shouldn't have taken it all that seriously. It was just a device, just like in the existing B version, she says, nobody will ever be interested in writing, in reading what a little girl wrote down. That was to whet people's appetite. Very clever. Very well done. De andere 3 bladzijden die Otto Frank verborgen heeft gehouden, gaan over zijn huwelijk met Edith, zijn eerste vrouw. In deze 3 velletjes, gedateerd op 8 februari 1944, geeft Anne een opmerkelijke analyse van het huwelijk van haar ouders. Nee, maar een ideaal huwelijk is het toch ook niet? Vader waardeert moeder en houdt van haar, maar niet in de liefde van het huwelijk dat ik me voorstel. Anne Frank begreep dat er wat mis was met het huwelijk van haar ouders. Volgens Anne ligt de oorzaak daarin dat Otto Frank niet met zijn ware liefde is getrouwd. Vader is niet verliefd. Hij geeft haar een zoen zoals hij ons zoent. Hij stelt haar nooit een voorbeeld, omdat hij dat niet doen kan. Hij kijkt haar plagend en spottend aan, maar nooit liefdevol. Wie was Edith Frank? Haar meisjesnaam was Hollander. Ze groeide op in een bemiddeld Joods zakenmilieu. Religieus, maar voor die dagen modern. Er was altijd voldoende geld. De familie kende weinig zorgen. Kortom, Edith groeide op zoals menig meisje zich zou wensen. Edith was never the extroverted type of person. But she was a, as you can see from the pictures, a cheerful woman, smiling. She was well educated, she did the gymnasium, she learned languages, she had a very good life. She was from a rich family and she was always in company of her cousins, a big family, so she was a cheerful person. When she married Otto, and especially when they moved to Amsterdam, she got more and more quiet, more and more to the background. She gained weight, she was like disappearing from the scene. Anne toont in de blauwe brief begrip voor haar moeder in deze situatie. Het kan voor een vrouw die lief heeft niet gemakkelijk zijn te weten dat ze in het hart van haar man nooit de eerste plaats in zal nemen. En moeder wist dat. Toch heeft Anne het heel moeilijk met haar moeder. Als ze maar één ding van een begrijpende moeder had, of zachtheid, of vriendelijkheid, of geduld of iets anders. Ik zou haar steeds weer proberen te naderen. Maar deze gevoelloze natuur, dit spottende wezen, daarvan houden, het is me elke dag meer onmogelijk. Before Otto married Edith, he had a first love. A very serious one. For several years. This love might have had an impact on his marriage.
and knew about that and wrote about that. 3 pages of the 5 pages in my possession deal with the impact his first love had on his marriage with Edith. During my research, I learned that the Hollander family actually was more than amazed that a fabulous, good-looking guy like Otto would marry Edith, and they kept saying to each other that it was more for the money than for anything else. Over Edith is tot nu toe altijd gezwegen. Ze is genegeerd door schrijvers en wetenschappers. That we know so little about Edith, the mother of Anne Frank, is no surprise. Only so little has been published about her. Also, the critical study, containing hundreds of thousands of words, spent only 40 or 50 words on Edith. The little knowledge about her mother has to do with the fact, of course, that after the war, it was Otto Frank who was in the middle of it. And hardly anybody asked questions to him about his wife. They only asked questions about Anne. And Otto kept it like that. Feitelijk ging Otto verder. In de oorspronkelijke versie die hij publiceerde, herschreef en bewerkte hij een aantal seksueel getinte passages en kritische opmerkingen over haar moeder. In de kritische editie zijn al die weggelaten stukken afgedrukt. Op één na. Otto's nabestaanden dwongen het Riot de A-versie van Onze Blauwe Brief door middel van een voetnoot weg te laten. The footnote reads as follows, and Frank gives here an unkind and partly unfair picture of her parents' marriage. At the request of the Frank family, this passage has been deleted. The whole family and the board accepted this, and so this letter became a victim of censorship. That was probably my greatest defeat during the 17 years I headed the Anne Frank funds, all against me decided for censorship. I love this letter. We put here a few dots, but these blue pages they form the version B, which should be here. And as you see, we as editors of the critical edition thought simply that they didn't exist, and now they turn up. That's quite surprising. For me. Really it is. Dus, de A-versie van de brief over het huwelijk van haar ouders werd gecensureerd door Otto's familie. En de B-versie hield hij zelf geheim door haar weg te geven aan Cor Suyk. By leaving these pages out, he actually betrayed his wife and his daughter, because this is the only passage in the diary where Anne shows sympathy and understanding for her mother. Maybe Anne was painfully right. I would not be surprised that she really appraised the situation more accurately than was comfortable for Mr. Frank. I don't think it was done to suppress Anne's trying to be empathetic with her mother. I'm sure this was not the reason. The reason was rather that it was embarrassing for him. Er was, mogelijk, een andere reden voor de diepe depressie waarin Edith raakte. Zij had heimwee naar Duitsland, haar vrienden en het goede leven in haar fijne flat in Frankfurt. Gertrude Naumann, het vroegere buurmeisje van Edith en Otto, woont nog steeds vlakbij hun oude huis op de Marbachweg. De brieven die Edith haar vanuit Nederland stuurde, heeft ze zorgvuldig bewaard. Dan schrieb ze einmal: Mit deinen Nachrichten freuen wir uns immer. Auch für uns waren die Jahre im Marbachweg mit die schönsten. Maar Edith zou haar geliefde Duitsland nimmer terugzien. Ze zou in Auschwitz sterven van uitputting en ziekte. 4 augustus 1944. Op het hoofdkantoor van de Gestapo in de Amsterdamse Euterpenstraat gaat de telefoon. Een stem, vermoedelijk een vrouw, zegt dat er Joden verborgen zitten op de Prinsengracht 263. SS-officier Silberbauer gaat erop af, met minstens 2 Nederlandse agenten. Ongeveer 11 uur
werd de deur opengemaakt in het kantoor. Kwam er een man binnen, een Hollander, een revolver in de hand en op ons gericht. En beval zitten blijven, niet bewegen en geen woord. Nou, u begrijpt wel, daar schrokken we geweldig van. Meneer Koophuis keek me aan. Hij zegt, Miep, het is zover. Ik heb ze alleen maar de trap af horen gaan. Want ik mocht niet van mijn stoel af. Gezien heb ik ze niet. Ik mocht niet opstaan. Dus ik heb niets gezien. Hoeveel Nederlandse agenten met Silberbauer meekwamen is niet bekend. I think it is a fact that the group was betrayed. That is without doubt. I think it is a fact that these were Dutch people. There were Dutch, German and Austrian people who tried to save them. But there were Dutch people who betrayed. In 1948 onderzocht de politie het verraad. Aanvankelijk was al het personeel van Opecta verdacht. Zelfs Miep Gies, de heldin die de 8 mensen in het achterhuis had verzorgd, en haar trouwe medewerksters werden ondervraagd. Otto verdacht een zekere Jansen die fout was geweest, maar had geholpen met het inrichten van het achterhuis. Maar alle anderen, Otto tenslotte ook, dachten dat warehuischef Willem van Maren de verrader was. At the 1948 investigation, the police only looked at Willem van Maren, but due to lack of evidence, they had to stop investigation. And then in 63, 64, the case was investigated again. That has to do partly with the fact that Silberbauer, the Austrian, he was Austrian, but because Austria was part of Germany in 1938, he was German during the war. After the war, he just went back to Vienna and became police officer, what he had been before the war there. And he was suspended only for a week. And he was very surprised that, of course, he had arrested Jews, but that was his duty, orders are orders. And he was surprised to know that he had arrested the famous Anne Frank. During an interview, he was even so stupid to ask, did she mention me in her diary? In 1963, when Karl Josef Silberbauer, the Austrian SS man who arrested the Franks and the Van Pels family, was found by Simon Wiesenthal, the investigations were taken up again by the police. They were hoping, of course, that Silberbauer could prove that Willem van Maren was the one who informed the police and etc. Again, they couldn't prove it. They didn't find evidence that it was van Maren, and again, they stopped the investigations. In the early 1980s, when Otto Frank had died and the original diaries went to the Riot in Amsterdam, they decided to do their own research on the betrayal. So we kept a little bit close to the two other investigations. And yes, we decided, like the two police investigation, there was not enough proof to nail this warehouse man down. And our conclusion, and you can say it's hardly a conclusion, the conclusion was nobody will know exactly what happened around the betrayal. If I look at this research work, it is mildly said not well done. And I could imagine that a better research work, even today, could bring a result. En dat is precies wat schrijfster en biografe Melissa Müller deed. Bij het onderzoek van haar nieuwe boek ging ze terug naar alle oorspronkelijke bronnen. Ze onderwierp ze aan een uitvoerig onderzoek en concludeerde dat Van Maren misschien wel een onaangename opschepper en dief was geweest, maar beslist geen verrader. First of all, I was not satisfied with what I read about the investigation. With all the material I looked through, it just, there was no proof that it was him. Second of all, by talking to Miep Gies, she like insisted in the last 40 years that it was not Van Maren. She was so sure that it was not him that it made me curious. Then I had the chance to look at her personal critical edition, which was published in 86, where she, with her own handwriting, made notes saying like,
What a mistake of the police not to interview Beb Voskuil. What of a mistake of the police just to focus on Van Maren instead of looking who else it could have been. And then I asked her, of course, very curious, do you have an own opinion of whom it could have been? And she told me that it is likely that it was Lena van Bladeren. Lena van Bladeren was werkster in het kantoor. Haar man, Lammert Hartog, werkte ook in het gebouw. Net voordat de politie binnenviel, stond Hartog al met zijn jas aan. Lammert en Hartog werden in 1948 ondervraagd, waarbij iets vreemds gebeurde. Lena ontkende op het kantoor te hebben gewerkt. Maar de politie onderzocht dit niet verder. Lena van Bladeren had een motief. Lena van Bladeren, from her perspective, had a reason to betray the family Frank. She had expressed her concern with a co-worker that when the family would be arrested, her husband, who was working in the same building where the family was in hiding, could be arrested as well. And when we learned this, that she had expressed this to a co-worker, our initial reaction was that maybe, probably by betraying, that she could have her husband excluded from arrest. Later, we found another reason, actually with the help of a family member of Lena van Bladeren, a niece, who told us that she could think of another good reason that Lena van Bladeren had betrayed the family Frank. She had lost her only son. Her only son was a volunteer in the German army and had fallen. And that may have led to feelings of frustration, which made her feel other people should suffer too. Omdat alle hoofdrolspelers zijn overleden, zal het recht waarschijnlijk nooit zegevieren. En een proces zal er nooit komen. Maar er komt wel een andere kritische editie met deze nieuwe feiten. En de geheime pagina's hebben nu ook een plaats gekregen in de geschiedenis. Hoewel Otto en zijn familie geprobeerd hebben ze weg te houden, dragen ze nu bij tot een beter begrip voor de persoon Anne Frank. Zo wordt ze een nog machtiger symbool voor de zinloze moord op 1,5 miljoen Joodse kinderen. Anne represents to me not just Anne, but also a lot of other friends and nice people that I lost during my childhood and my teens. So it's really a symbol of what happened in our lives. From this little girl, it was just like other little girls. Now suddenly everybody knows her name. And when I'm in the street and people ask me, where's the Anne Frank house? That sounds, is for me a very special feeling.